Welkom bij alweer 5 tips over Photoshop. En we gaan gewoon beginnen met tip nummer 1. Wanneer je een aanpassingslaag maakt, zoals bijvoorbeeld curve, en ik maak een kleine verandering. Als ik nu de backspace toets ingedrukt hou, dat is deze, dan zie je dat het effect even ongedaan wordt gemaakt. Ik ga terug naar de vorige staat en laat ik de backspace weer los, dan zit ik weer in het effect. En zo kun je even heel snel schakelen. Maak je nog een nieuwe aanpassingslaag van bijvoorbeeld kleurtoonverzadiging, dan geldt dat natuurlijk ook hier. Backspace ingedrukt houden om het even ongedaan te maken en loslaten om het weer te zien. Ga ik nu terug naar mijn curves, dan heeft het echter geen zin om je backspace in te drukken, dan werkt het niet meer. Het werkt dus alleen maar als je met het filter zelf bezig bent. Tip nummer 2 gaat over de kwast. Als je gewoon de kwast hebt geselecteerd en een voorgrondkleur, zoals in dit geval grijs, dan kun je gewoon een lijn trekken. En ga je een beetje heen en weer, dan zie je wat er gebeurt. Wil je nou een beetje een vloeiende lijn, dan kun je gewoon vloeiend maken, helemaal openschuiven. En als je dan gaat bewegen en je gaat een kleine variatie maken, dan zie je dat deze lijn veel vloeiender blijft. Is dit zinvol? Ja, in sommige gevallen wel. Als je bijvoorbeeld heel zachtjes de lijn trekt, dan zie je dat je toch vrij makkelijk uit de hand een rechte lijn kunt trekken. En als je nu het idee hebt van, hey, wat reageert mijn kwast raar? Ik selecteer even zwart omdat het makkelijker gaat. Als je denkt van, waarom slingert mijn kwast erachteraan? Nou, zet dan gewoon je vloeiend uit en je kunt weer lijnen trekken zoals je het gewend was. Tip nummer 3 gaat over het logbestand. Photoshop is in staat om alles wat jij doet vast te leggen in een tekstbestand. En dat vind je bij de voorkeuren van Photoshop onder bewerken en dan heb je daar history logbestand staan. Als je daarop klikt, dan krijg je het volgende venster en standaard staat het uit. Nou, je kunt het aanzetten en je kunt bijvoorbeeld op tekstbestand klikken dat je alles wil vastgelegd hebben in een tekstbestand. Vervolgens kies je een naam en een plaats uit en wat je wil vastleggen. Nou, in dit geval gedetailleerd. En alles wat je nu doet in Photoshop, dat wordt vastgelegd. Dus ik ga even heel simpel een paar bewerkingen doen en zo vastleggen wat Photoshop doet. En ik sla hem vervolgens even op. Als ik nu naar mijn bureaublad ga, dan zie je dat daar in dit geval een klein tekstbestandje bij staat. Photoshop log bewerken.txt, want zo heb ik het bestand genoemd. En ik heb het ook op het bureaublad geplaatst. En daar staan dus alle bewerkingen die ik zojuist op deze foto heb uitgevoerd. Hou er rekening mee dat als je dit aanzet, dat het ook gewoon aan blijft staan. Dus als ik nu de foto af zou sluiten en een nieuwe foto zou openen, dan gaat dat logbestand gewoon verder. Dus vergeet niet als je klaar bent om het gewoon weer even uit te zetten. Tip nummer 4 gaat over inzoomen. Stel dat ik op volledige grootte ben ingezoomd. En dat doe ik dan met Ctrl 1 in dit geval. En ik heb de kwast geselecteerd als gereedschap. Gewoon omdat we daarmee bezig zijn. Hou ik nu de Ctrl en de spatiebalk ingedrukt, dan krijg ik opeens heel snel mijn zoomtool en kan ik gewoon een kader trekken en daarop inzoomen. En hou ik de spatiebalk en Alt ingedrukt, dan krijg ik de mintoets en door te klikken kan ik dan weer uitzoomen. En tot slot tip nummer 5. Wanneer je een aanpassingslaag hebt boven een foto, dan zou je die een beetje kunnen verminderen door de dekking te veranderen. En je kunt de dekking gewoon veranderen door hieronder te klikken en dan krijg je de slider. Maar het kan ook iets sneller. Je kunt ook boven het woordje dekking gaan staan en je ziet, je muis wordt dan een handje met pijltjes. En hou je hem dan ingedrukt en ga je naar links, dan wordt het 0 en ga je naar rechts, dan wordt het meer. Kleine tip, hou je de shift erbij ingedrukt, dan ga je in stappen van 10%. En hou je de alt ingedrukt, dan loopt het allemaal wat geleidelijker en dan kun je een iets preciezere sturing maken. En zo kun je heel snel en heel makkelijk de dekking van een laag veranderen. Tot zover 5 tips. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!